Welkom allemaal. Gaan we deze houden op Fablab Makerspaces en Hackerspaces? Wat is wat? Ik merk zelf als ik zeg van ja, ik ben van een Hackerspace, oh, wat is het dan? Wat is dan Fablab? Maar ben je dan geen Makerspace en dat soort dingen? Dus volgens mij is er her en der nog wel wat verwarring. Dus vandaar dat ik het een beetje probeer toe te lichten vandaag. Hoe? Juist. Toch niet. Wie ben ik? Ik ben de oprichter en voorzitter van Tuklab, dat is een Hackerspace in Enschede. Sinds kort part-time medewerker bij Fablab Enschede. En daarnaast ook nog part-time softwareontwikkelaar voor ERP-pakket, specifiek voor de tapijthandel. En ja, ik hou wel van techniek en alles elkaar uit elkaar halen en weer in elkaar zetten en schroefjes overhouden en dat soort dingetjes. Dus. Even wennen aan de afstandsbediening. Oké. Okay. Ja, ze hebben een paar begrippen. Meestal als je zegt van ik ben van de Hackerspace, dan raken ze paniek en stoppen ze de telefoon en de computers weg. Hacker is iemand die creatief is met techniek. Punt. En wat meestal in de media wordt genoemd van hacker, dat zijn geen hackers, maar zijn eigen computercrimineel. Alleen ja, de media heeft dat begrip een beetje gekidnapt en misbruiken dat eigenlijk. Maar hacker in de oorspronkelijke betekenis is dat gewoon iemand die creatief is in techniek en dan kun je heel breed zien. IKEA, als je IKEA meubel hackt, ja, dat is ook hacken. Dus het hoeft niet per se met computers of met elektronica te maken. Hacken op zich is een heel breed begrip. En een maker is dus iemand die dingen maakt of ontwerpt. Meestal met behulp van de digitale tools, maar dat hoeft niet per se. Dus iemand die een heel mooi tafel maakt van puur hout, ja, dat kun je ook als maker aangeven. Fijne afstandsbediening. Oké. Okay. Dat was dus een Venn-diagram wat niet lukt. Die sla ik maar even over. Ja, er zit een overlap in. Dus als makers kun je ook hacker zijn, of als hacker kun je ook makers zijn. De ene sluit het andere niet uit. Er zit er zeker een overlap in. Wat ik wil uitleggen is Fablab. Meer omdat het eigenlijk het makkelijkste uit te leggen is en het makkelijkste te herkennen is. Daar linksbovenin zie je een logo. En dat logo mag je alleen hebben als je een Fablab charter hebt ondertekend. Fablab zelf is iets wat uit Amerika komt, van MIT. Heel bekende technische universiteit in Amerika. Daar heeft professor Neil Cressenfield is begonnen met opleiding van How to Make Almost Everything. Nou, die was wel heel erg populair, dus ja, vandaaruit is de gedachte ontstaan van ja, daar is duidelijk behoefte aan. En dit zou eigenlijk iets wereldwijds moeten zijn. En vandaar is het Fablab ontstaan. Wereldwijd zijn er 246 Fablabs op dit moment, waarvan 22 in Nederland. Dus Nederland is goed vertegenwoordigd. Klopt dat? Ja, er zijn al een paar meer. Ja, oké. Okay. Zo is al een puntje kort geleden samengesteld. Tweede vraag, jongen? Ik weet niet hoe het in Vlaanderen is. Sorry? Ik weet niet hoe het in Vlaanderen is. In Vlaanderen? Nee, dat heb ik niet opgezocht. Weet jij dat? Als je Fablab wilt noemen, dan moet je ook eerst officieel een licentie ondertekenen. Anders mag je niet eens Fablab noemen. Dus ja, er wordt ook een beetje gereguleerd wie dat allemaal wel of niet mag noemen. Je mag jezelf niet zomaar Fablab noemen. Ja, maar Fablab zijn voornamelijk gericht op prototype maken, research and development. En die worden ook meestal, aangesloten aan een universiteit of scholingsinstituut. En daar halen ze ook hun meeste geldstromen van vandaan. Is er echt een... Oh ja, dat is ook wel goed. Dat is een heel andere remote die ik in gedachten had. Alleen je staat er wel een beetje... Ja,
Lukt dat? Als moet je laptop naar jezelf. Ja, ik noemde al de FabLab Charter. Daar staan een aantal regels in. Ga je nooit alleen met de normen spelletjes spelen? Misschien is het goed als je aan de andere kant kunt gaan staan, want anders sta ik van je achterkant. Hartelijk dank. Ja, weet je. Niet te ver, niet te ver. Charter dus. Ja. Eigenlijk open, als je op FabLab Charter staat, een aantal regels. Een van de regels is dat je een plek bent waar je innovatie door computergestuurde gsm doet. Vervolgens zal ik zo wel even uitleggen welke dat allemaal is. Het moet open zijn, dus het moet open plek zijn waar iedereen naar binnen heen kan lopen. Dus als een van jullie nou hierna een idee van oh leuk, ik wil wat maken, dan moet je bij je FabLab naar binnen kunnen lopen en dan gebruik kunnen maken van de digitale tools die daar staan. Het delen van kennis is heel belangrijk. Bij alle FabLab's die kennen FabMoments of iets soortgelijks. Dus als je een project hebt gemaakt, dat je ook deelt met de wereld van ik heb dat gemaakt, ik heb die instelling gebruikt, die bestandjes. Zodat iemand anders in de wereld hetzelfde kan reproduceren. En ja, omdat daar ook min of meer dezelfde tool staat, kun je op die manier wat ergens ver weg is ontworpen, hier in Nederland weer maken. Of wat hier in Nederland is ontworpen, kan dan ergens anders ook weer gemaakt worden. Ondernemers ook wel. En je kunt ook kiezen dat je zegt van je duurt heel FabLab af en dan is er een gesloten iets. Maar dan heb je iets ander model, zeg maar. Dus binnen FabLab zelfs kreeg je een aantal modellen, zeg maar. Je hebt wel gewoon een deel. Het is niet verplicht, maar ja, FabLab Enschede kun je dan weer afhuren en dan kun je ook vragen dat mensen zich NDA-dingetjes tekenen. Dus dat is dan per FabLab, geeft daar min of meer eigen invulling aan. Heel algemeen wat ik hier zeg zijn generalisaties van FabLab, Hackspace en Makerspace. Ja, iedere instituut zal het toch weer op zijn eigen manier invullen. Delen van kennis dus, en iedere FabLab is dan deel van een wereldwijd netwerk die dan ook samen kennis en ervaring deelt. Next, please. Ik had het net over een lijst van digitale tools. Voor FabLab geldt er echt een vrij harde eis van welke tools moeten daar aanwezig zijn. Een lasercutter, een 3D-printer, een vernieuwcutter en een CNC, dat is eigenlijk wel een vereiste lijst. Maar daarnaast heeft iedere FabLab ook weer een eigen set van tools die dat weer aanvult. Dus dit is zeer zeker niet voor iedere FabLab de volledige lijst. Iedere FabLab kan daar ook weer zijn eigen invulling aangeven of eigen tools erbij hebben staan. Maar ja, dit zijn eigenlijk wel de minimale tools die je kunt verwachten daar. Next please. FabLab Enschede is de FabLab die hier het dichtst in de buurt zit. Zoals ik al aangaf, die is open voor iedereen. Dus dat geldt ook voor Enschede. We zijn huisvest in Saxion in Enschede. Dus heel veel mensen denken, er staan even voor studenten. Dat is dus absoluut in ieder geval. Iedereen is welkom. Iedere woensdag en vrijdagmiddag is open en open. Dus dan kun je met je ontwerpje onder de arm naar binnen lopen en dat kun je het laten maken. En als je dan zo'n vakmoment netjes publiceert, dan kun je het alleen tegen machinekosten doen. En alle andere dagen is dan op afspraak, of als je dus als bedrijf zijn je ding wil doen, dan moet je daar ook een afspraak voor maken. Dan moet je even op de website kijken, het gaat een beetje ver om dat nu helemaal uit te leggen. Of kan ik zo wel even laten zien, maar dan ga ik... Wacht, niet zo snel. Volgens mij sta ik hier over, of niet? Oké. Naast FabLabs heb je ook hackerspaces. Hackerspaces zijn in totaal wereldwijd meer dan 1100, waarvan 12 in Nederland. En Hackerspace is eigenlijk voornamelijk een community wat een fysieke ontmoetingsplek is. Het is ook geen formeel iets. Iedereen kan een Hackerspace beginnen als je dat wilt. Je hoeft niet geen contract te ondertekenen dat je aan regels zit. Dit is een kaartje van de Hackerspaces in Nederland.
Dus ja, ze zit aardig verspreid. Zoals ik al zei, is de community. Ja, wat verbindt die hackerspaces dan? Of waar kun je hackerspaces aan herkennen? Ja, ze hebben toch allemaal een gemeenschappelijke waarde, een gemeenschappelijke ideologie, om zo maar even te zeggen. Bijna alle hackerspaces doen wel iets met de open hard of software. Dus er wordt veel open source projecten ontwikkeld, wat heel veel Arduino gebruikt. Je hebt heel veel 3D-prints wat van, gebaseerd zijn op open source ontwerpen, zoals de Repka. Ook bij een hackerspace is de delen van kennis ja, vrij essentieel iets. Alleen minder formeel, dus bij FabLabs heb je die vakmoments en bij hackerspace heb je meestal een wiki waar ja, degene die een projectje doet of iets leuks doet, dan zijn hopelijk zijn ervaring erop zet. Dat wil wel eens een uitdaging zijn. De meeste hackerspaces hebben ook een elektronica lab met de nodige gereedschap. Andere hackerspaces hebben ook zelfs een biologische gedeelte. En privacy en ethical hacking en security is ook ja, vrij vaak aanwezig bij de diverse hackerspaces. Wat ik me daarvoor voorstellen? Bij? Die laatste. Privacy is dus dat ze ook ja, dat ze privacy belangrijk vinden. Dus als er iets in de media komt waar ze niet mee zijn, dat ze, ja, dan wordt er in de hackerspace zelf wel over gepraat. Of bij RedSpace zijn ze heel druk, doen ze heel veel aan ethical hacking. Dus leggen ze uit van ja, wat is dan een goede hacker en wat is dan een slechte hacker, om zo maar te zeggen. Daarmee de ja, dat is wel het theoretisch gedeelte als ook van ja, hoe doe je dat dan in de praktijk? Als je privacy wil bewaren, ja, welke stappen kun je daarvoor doen? Dat soort dingen. En ja, security is van ja, hoe zou je dan een systeem veilig kunnen opzetten? Fysieke ontmoetingsplek dus. We zijn ook ja, allerlei sociale activiteiten. Barbecue is nogal een favoriete bezigheid. Dus ja, vaak wordt gecheckt van, vooral de zomers is van wie wil mee barbecue. Dus ja, het is ook erg sociaal. En hackerspace, ja, dat doe je eigenlijk de dingetjes die je als individu leuk vindt of ja, gewoon leuk vindt om te doen. Dus er is niet een regel van dat mag wel of dat mag niet. Als jij iets wil doen, ga vooral je gang. Leef je uit. Als andere mensen willen meedoen, des te beter. En iedere hackerspace heeft dus eigen smaakjes, zeg maar, een beetje afhankelijk van de leden zelf. Dus bij onze eigen hackerspace ja, zijn veel mensen met elektronica bezig. Dus ja, dan lijkt het van de buitenwereld van ja, jullie doen alleen elektronica. Maar ik kan me heel goed voorstellen als we ja, wat leden erbij krijgen die meer in ethical hacking zitten of meer in de security, dat we dan ook daar wat meer dingen mee doen, nog meer focus in krijgen. Je had het over leden. Ja. Formeel zijn we een stichting. En even heel zwart-wit gezegd, de stichting zorgt ervoor dat de plek geregeld wordt, huur betaald wordt. Oké, okay, dus je moet wel contributie betalen? Ja. Ja. Okay. Dus volgens mij mag je geen leden, dus moet je officieel geen leden noemen, deelnemers noemen, maar dat is meer terminologie. Ja. Ja, en de meeste hackerspaces in Nederland zijn stichtingen, maar dat heeft gewoon praktische redenen, maar meestal worden ze wel redelijk gestuurd als vereniging. Dus dat als mensen iets vinden dat iets moet gebeuren, dat dat ook gebeurt en niet dat de voorzitter daar zegt van, ah, dat mag niet. En, dat soort dingen. Ja. Meestal heb je dus een open inloop, dat zeg ik hier ook, ja. En open inloop is echt ook om mensen kennis te laten maken met hackerspace. Dus ja, ben je gewoon welkom om een kopje koffie te komen drinken en ja, een beetje te kletsen met de mensen en kijken of ja, dat iets voor je is of niet is. Of als je vragen hebt, mag dat ook natuurlijk. Maar als je dan daarover niet zo kan, sorry? Als je daarover niet zo kan, wordt het wel uiteindelijk natuurlijk wel. Want we moeten natuurlijk wel de kosten en zo betalen. Maar als je een keer een avondje langskomt om een keertje te solderen, ja, prima. Dat is ook een online hackerspace. Ja. Ja. Ja, alle hackerspaces zijn wel heel open en zijn welkom en wil je best wel helpen. Maar als je ja, 2 of 3 maanden lang iedere week komt, ja, dan word je toch wel
geacht om te, ja, mee te doen, zeg maar. Maar het is niet zo dat je, nou, 3 keer moet je betalen. Dat is absoluut niet. Dus het zal een beetje per space afhankelijk zijn. Dus. Ja. Er staat iedere dinsdagavond op, maar is de rest van de week dan? Normaal zal het zomaar zijn, de meeste hackerspaces hebben iets geregeld met sleutelsysteem, dat je ergens sleutel kunt ophalen. Of we hebben een eigen elektronisch systeem dat de deur open kan op het moment dat je met iButton of een van de identificatie iets zelf naar binnen kan op het moment dat je er zin in hebt. En als je bijvoorbeeld op hackerspaces.org, hackerspaces.nl kijkt, staat er rechts allemaal van die is open, die is dicht, die is open, die is dicht. En meestal hebben ze ook allemaal een ja, soort iets bedacht dat je kunt zien of de iemand aanwezig is. Maar dat is dan, ja, ligt er meer aan de leden die dan wel of geen zin hebben om daar iets te doen, zeg maar. Ja, we zijn dus ook hier aanwezig. We staan in die achterste hal bij alle oude computers dingetjes. 30 leden en we zitten al in de Performance Factory sinds een maandje. En welke hal? Zuid. Dat is Oost. Nee, dat is Oost. puur ter illustratie, wat doen jullie dan bij een hackerspace? Nou, zoals ik al zei, wat we leuk vinden. Dit is de Floppy Toolbox. Dus een van onze leden had nog een ja, zo'n frame staan waar je normaal harde schijf in doet. Had wat floppy stations. En denk van, ja, waar kan ik daarmee? En die heeft een ja, soort orgel gemaakt met floppy stations. Die geeft andere muziekjes dan dat. En ze geven ook lichtjes en zo. Dus die hebben ook bij ons. Dus als je de zin, als je leuk vindt, kun je dat ook even bekijken. En dan, ja, op dit moment zijn we erg druk met de 3D-printers. Ja, hier staat volgens mij geen Prusa. Maar wel allerlei andere 3D-printers. We hebben ook 2 keer over een workshop gegeven in de weekend. Waar 10 Prusa's in elkaar hebben gebouwd. Dus ja, we hebben minimaal 20 op de wereld geholpen, om het te zeggen. Ja. Makerspaces. Dat is eigenlijk de van buitenstaand misschien is het moeilijker te begrijpen. Eigenlijk is makerspace een ja, werkplaats. En die hebben dan ook meer grote tools, de zware tools, zeg maar. En die hoeven eigenlijk niet per se digitale tools te hebben. Dus voor makerspace zelfs ja, hoeven niet per se zo te zijn dat daar een 3D-printer aanwezig moet zijn om jezelf een makerspace te noemen. En het is eigenlijk ook minst gedefinieerde begrip wat dat betreft. Ja, ja, eigenlijk wel. In mijn optiek wel, laten we zeggen. Techshop lijkt me ook daar in ieder geval. Ja, Techshop is echt een Amerikaanse franchise. Ja, maar dat is een franchise, maar die noemt zichzelf van volgens mij geen makerspace. Of nee. Nee, maar Techshop is echt een merknaam, zeg maar. Ja. Maar een techshop is wel een makerspace, als we zo. We hebben gewoon een beetje naar top dat wat duidelijk cohesie zou moeten hebben. Hackerspace wat losser gedefinieerd is en meer gewoon naar sociale stroming en netwerken opbouwen. Mm-hmm. Maar bij makerspaces is het meer dus gewoon echt een autonoom deel waar je dingen maakt. Ja. Ah. Dus meestal hebben ze hoofdbewerking in plaats, metaal bewerking in plaats. En ze kunnen ook de digitale tools hebben. En meestal zal dat ook aanwezig zijn, maar het is geen vereiste om jezelf een makerspace te doen. En meestal is het ook uiteindelijk een commercieel bedrijf, want ja, ze krijgen waarschijnlijk geen subsidies. Ja, dus ze moeten zelf de broek op een of andere manier ophangen. Dus ja, meestal moet je of maar met zijn abonnement betalen of iets in die geest. Is het de bedoeling dat de mensen als ik daar gebruik van? Zelf, zijn mensen die machines bedienen? Ja, wat wil je met zeggen? Nee, ik voel je vraag. Nee, volgens mij is het ook een makerspace dat je misschien de eerste keer geholpen wordt, zodat je weet wat de gevaren zijn en wat je wel en niet moet doen. En dat je daarna geacht wordt toch jezelf je weg te kunnen vinden. Ja, maar het is ook voor je eigen veiligheid natuurlijk. Ja. Het is toch aan het moment dat je
Ja, ik denk dat het weer per makerspace weer afhankelijk zal zijn. Ja. Maar volgens mij is in makerspace wat dat betreft ook minst gedefinieerd, zeg maar. En in Nederland zijn er ook nog maar niet zo heel erg veel die zich echt makerspace noemen. Ja, natuurlijk. Ik denk ook grote makerspaces. Wat er nu aan het zijn, dat zijn kleine makerspaces. Dat zijn twee als hackspaces, maar dan niet meer hackgericht aan het maken. Bijvoorbeeld de kaasfabriek in Alkmaar, zeker zelf containers, die hebben dus de grote machines, maar zijn meer een collectief dan dat het een bedrijf is. Is daar geen vakbouw van? Nou, ze noemen zelf geen vakbouw. Nou, omdat ze niet de licentie hebben. Ja, ze hebben ook geen licentie, maar ze willen dus. Niet zich gebonden voelen, net zo trouwens als dat. Ze willen zich niet gebonden voelen aan de licentie en dat doen ze zich anders. Maar dus er ontstaan dus nog kleine makerspaces met minder machines, dus heel niet zwaar. Zelf vinden ze het wel dat, maar ze doen zichzelf makerspaces. Oké. Okay. Ik zit een beetje met het, wij zijn nu 2 dagen tegen, een beetje open en daarna gaan we werken van wat school. Maar dat zou toch mooi zijn als ik dat een andere naam geef. Ik schets hier natuurlijk bewust heel zwart wit, zodat het duidelijk wordt. Kijk, in een praktijk kun je allerlei elementen vormen en ja. Het is geen bescherming, niet op. Het zou wel zijn als het een makkelijke manier wordt om dat soort dingen uit te leggen aan mensen binnen de maatregelen. Ja. En even kijken, in Nederland heb je zover ik weet, dit zijn in ieder geval de 3 die zich het beste onderscheiden over makerspace. Dus 6 CB54, Fabrica en RDM Makerspace. En in Amerika heb je de TechShop en ook nog wel andere makerspaces. Maar TechShop is volgens mij wel de grootste in Amerika. En daar hebben ze echt grote tools. En dan moet je eerst een training volgen voor je eigen veiligheid, voordat je daar überhaupt iets mag gaan haken. Dat heeft misschien ook met de Amerikaanse wetgeving te maken. Dus, ja. Sorry, je heeft het. Ja. Dus als ik het een beetje samenvat, een vakbouw, ja, dat kun je echt herkennen aan de licentie. En is gefocust op prototypen en digitale productie. Hackspace is meer over de community en open source. En ja, daar komt dan toevallig ook een 3D-printer en allerlei andere tools uit rollen. En Makerspace, ja, zou toch meer zo'n commerciële insteek hebben. En ja, het grote gereedschap. En volgens mij had ik nog 1 sheet met vragen en 1 sheet met afsluiting. Ja, kijk. Ja, laat ik even lekker vragen en vragen dan. Ja. Dank voor de leuke interactie die hier al optreedt. Want ik denk dat precies de bedoeling is. Dus zijn er nog leuke discussiepunten om hier nog even verder aan te zwemmen hier in het publiek? Ik had zo'n mooi vinyl-diagram die ik niet op kreeg. Moet ik het terugzetten? Doe maar even. Dat is de 2e sheet volgens mij. Waarschijnlijk als hier bij de kun je de vraag herhalen? Oh, deze ja. Maar deze meegevallen een beetje weg, maar. Verhelderend. Ik sta overal. Ja, maar wel partijen en het meegeval daar een keer weg. Dat komt door de kleurtjes. Sorry. Ja, maar er zit overlap in en ik zei ja. Het kan best zijn dat bij een fablab ook zware tools staat, of dat bij een makerspace ook allerlei digitale tools staat. Dus de praktijk zal wat meer door elkaar heen lopen, wat grijzer zijn dan ik het nu schets. De nuttige vraag die hier zo net kwam, is, en dat is denk ik ook eentje die bij Kees weer in kwam, van hoe kun je zeg maar zo'n naam, wat Jan een beetje heeft, kun je dat gebruiken om voor makers of hackers of fablab, kun je duidelijk maken van wat voor soort smaak die komt? En zijn die namen al zo ingeburgerd dat iemand die denkt, nou, ik ga naar een fablab, en dat is duidelijk niet een makerspace. Want ik wil naar een fablab. Zelfs een fablab. Zo is het ook niet. Zo is het ook niet. In Frankrijk is de fablab is de generieke naam ook voor makerspaces. Hackerspaces. Dat is de fablab. En dat is een goede naam. Ja, neem ik al. Ja, de detective. Ja, fablab. Ja, makerspace. Nou,
kan. Ik check mijn makersmarkt of een knutselmarkt of een hobbybeurs. En het was echt een rustige keuze om toch aan te sluiten bij die makerbeweging. Want we willen toch niet een soort hobbybeurs zijn. We willen niet, terwijl we zelf wel willen hebben. Er zijn mensen die nog kartonnen bouwdozen, die gaan wel dingen lasersnijden gebruiken. Dus al die crossovers wil je pakken. Wie pakt hier in Nederland al dit merk maker of maker fair op? En als het zo'n merk ik denk dat er in heel Nederland wel mensen zijn die of in een schuurtje dinnetjes maken of gezamenlijk dinnen doen, maar zich nog niet formeel samengevoegd hebben tot één geheel. Er zijn 3 of 4 Lego hobbyclubs. We hebben 2 fysiotechniek hobbyclubs. Er is nog 1 Meccano stichting, geloof ik. Dus er zijn, maar er zijn van dat soort dingen. Voor mij zijn er 2, er is maar 1. Sorry. Ik ken het maar 1. Een aantal. En een groter of gelijk aan 1. Maar er zijn natuurlijk clubs die zichzelf verenigen, allemaal rondom één of hetzelfde ding. En die proberen natuurlijk bij zo'n globaal iets ook bij elkaar te trekken. Maar dan krijg je weer een ijsbeek, Lego. Wij werken met Lego, het is geen speelgoed. Nee, eigenlijk een kanaal. Dat is veel beter. Kijk, we kunnen wel met die Lego. Dus het is de vraag hoe je eigenlijk al die makers, al die mensen die zelf, of zelf thuis of verenigd verband bij elkaar gaat brengen. En wat voor naam je dit dan aan koppelt. Maar u bent allemaal wel afgekomen op de naam Maker Faire. Is dat echt bewust omdat dat Maker Faire was? Of omdat dat een artikel in de krant stond? Goede reden. Maker Faire heeft natuurlijk wel een merknaam van een bedrijf. Je moet een licentie kopen om je apps te mogen. Dat was de vraag die wij als organisatie hadden van gaan wij die licentie kopen en dit aan de merknaam verbinden, zodat het misschien voor een grotere groep publiek duidelijker is van kijk hoe je het druk met. Dus wordt dat werkelijk betaald voor de gemeente. Zeg formele licentie die formeel. Je mag niet zomaar jezelf. Je zegt van geld aan betalen om een pap af over de deur te halen. Als dit iets van hobbybeurs of zo dus dan heeft de meeklicentie wel zin gehad. Sorry, ik heb een beetje de vloer hier met deze vraag gepakt. Ik heb wel een mening gegeven over deze meeklicentie. Ik ben geweest in Rome, een maand geleden. En er staat een gemiddelde bakbak. Ik had een kind genomen, daarvoor was het gemiddelde bakbak genomen. Een derde van ons was een derde van de mensen was nieuwe 3 printers en een derde was van alles onder veel kracht. Het ontbrak dus aan leuke dingen. Je hebt een kamermachine, of je dat kaartje met de beide voorzieningen of orkest van slaan. Dat had je helemaal niet. Het was helemaal gericht op wie die daar was. Dit is leuk. Echt vergelijk met Rome. Dus wat brengen en meer variatie wat dat betreft. Zelfs proberen met een grote tool bezig, kijken wat we allemaal aan geweld en kennis aan doen. Maar zoals dat soort speedbuilds
event, want dat zijn volgens mij bestaande platformen.